Beste mensen, hartelijk welkom bij dit blok workshops. We gaan in de workshops in de Canopy Lodge waar we nu zijn, gaan we de diepte in over een aantal meettechnieken. De eerste is met de tiltsensoren van StabiAlert. En de tweede is zometeen de bodemvochtmetingen van Miramap. Reinier Brongers van StabiAlert en Jeroen Kleef, die zit achter de computer, die gaan de eerste sessie uitvoeren, verzorgen. Ja. Met heel veel plezier. Reinier, aan jou de vloer. Dankjewel. Goedemorgen. Ik heb het net al even een klein stukje in inleiding in de pitch gegeven. Wij kunnen een heleboel dingen laten zien en die willen we ook laten zien. Waar we eigenlijk over praten is een dijk aan de monitor. En met name bedoeld ook om uiteindelijk een sleutel tot veiligheid te hebben en een dijk health monitoring systeem op te zetten. We zijn, dat zult u als u mij ziet niet zeggen, maar we zijn een relatief jong bedrijf. Waarbij de data acquisitiesysteem eigenlijk al iets is wat ruim 19 jaar bestaat. En dat eigenlijk vanuit Jeroen zijn bedrijf naar voren is gekomen. En we werden ooit gevraagd in 2008 door de NOM om een verhaaltje te houden over data acquisitiesystemen in het kader van Sensor Valley in het noorden. Tegenwoordig heet dat heel mooi Big Data, maar Jeroen deed dat al 17 jaar geleden. Daar hebben we een presentatie gegeven en na 3-4 dagen werden we gebeld door iemand en die zei van ik heb iets heel moois, heel nauwkeurig, maar je moet goed op het scherm kijken, want als het signaal aan het einde van het scherm is, dan is het signaal weg en dan heb je niks meer. En toen hebben we gezegd, nou dat is heel mooi, want daar kunnen wij ons data acquisitiesysteem heel goed aan koppelen. We hebben toen eerst vanuit de BV van Jeroen en mij, hebben wij Job Cohen geschreven. Destijds waren de huizen aan de Vijzelgracht verzakt. En onvoorstelbaar, binnen 3 dagen antwoord, binnen 14 dagen zaten we met de technisch directeur van de Noord-Zuidlijn rond de tafel. En die viel van zijn stoel af en zei, we gaan een project doen. Het eerste project wat we gedaan hebben was voor de Vijzelgracht, de 4 wevershuisjes, te monitoren. Toen hebben we gezegd, ja, als je dan elke keer moet vertellen dat je een achtergrond hebt uit de machine, downtime reductiesystemen van machineparken, dat is niet verstandig. En dat is de reden waarom we destijds in 2009 samen met Arjen en Jeroen StabiAlert opgericht hebben. We hebben veel projecten gedaan, ook voor waterschappen. Daar laten we straks heel veel over zien. En we hebben ook in de Eikdijk meegedaan. Ja, tiltmeters en tiltsensoren meten eigenlijk continu beweging. Dat is het grote verschil tussen versnellingsmeters die een event nodig hebben om in de X, in de Y en in de hoogterichting te doen. Maar tiltmeters meten de hoekverkanteling. En dat doen ze in de X- en Y-richting en daar gaan we u straks wat meer over laten zien. Die tiltmeting, dat doen we 100 keer per seconde. En op 1/25.000ste graad nauwkeurig. Dat betekent dat we ook continu trends, bewegingen, sluimerende opbouw van schade, vervorming van dijken en dat soort zaken in beeld kunnen brengen. En we kunnen dus daar ook heel duidelijk koppelen op het moment dat iets gebeurt of wanneer iets in gang is gezet, kunnen we heel goed in beeld laten zien. Verder heeft onze sensor, het is een combinatiesensor, daar zit ook een versnellingsmeter in. De klassieke versnellingsmeters en in de bouwwereld is dat de SBR 2010-richtlijn die je daarvoor gebruikt. Daar voldoen wij aan. En het enige verschil is dat wij daar in staat zijn om met een frequentie van 400 keer per seconde te meten. En dat maakt het heel makkelijk om bepaalde krachtenberekeningen in dijken of in gebouwen of in sluizen of wat dan ook. Om die door te rekenen om te kijken of die voldoet aan hun eisen. Wat we sinds afgelopen zomer ook hebben, en dat was op verzoek van het Noorderzeilvest, is dat wij voor hun hoogfrequent waterspanning kunnen meten. Klassiek wordt waterspanning eens in de 10 minuten of wat grotere intervallen gemeten. Maar Noorderzeilvest had met name behoefte aan om te kijken of er een correlatie is tussen een aardbeving in een dijk, om te kijken wat dat vervolgens voor invloed heeft op de waterspanning. Nou, dat betekent dat je dus heel frequent moet gaan meten. En wij zijn in staat om dat nu 100 keer per seconde te meten. En je ziet daar hele mooie patronen uit. De rode lijn is, de rode cirkels, dat zijn scheepsbewegingen. En net aan de andere kant van de dijk loopt een asfaltweg waar veel zwaar verkeer, landbouwverkeer overheen gaat. En dat zijn de blauwe lijnen die je ziet. En je ziet ook heel duidelijk dat die een hele verschillende footprint laten achter de in de waterspanning. Dus je ziet echt twee verschillende effecten die je ziet bij scheepspassage en bij een vrachtwagenpassage.
Wat we ook inmiddels gezien hebben, maar er moet nog verder geëvalueerd worden, is dat dankzij onze metingen, we waren de eerste die aardbevingen in dijken gemeten hebben, tot en met 2012 werden de waterkeringen primair, secundair niet meegenomen in de gaswinningsproblematiek. Dankzij de bevingmeting in 2012 hebben we de opdracht gekregen om langs het kanaal, Eemskanaal, te monitoren. En daar hebben wij aangetoond dat aardbevingen elke keer een duizendste graad afglijden van de dijkingang hebben gezet. En dat is ook de reden waarom vanaf 2012 alle primaire en secundaire waterkeringen wel meegenomen worden in de gaswinningsproblematiek. Maar ook dat daar nu een damwand geslagen wordt van 12 meter van Groningen naar helemaal naar Delfzijl toe. En wat we ook gezien hebben is dat, ondanks dat die damwand erin zit, dat je nog heel duidelijk met de waterspanning meters kunt zien, dat daar ook een scheepsbeweging nog steeds impact heeft op de waterspanning. Dan even wat heel belangrijk is, het is web-based. Dus alle data die je krijgt, die kun je daar waar internet voorhanden is, kun je gewoon volgen. Er zitten enkele seconden tussen, want hij moet het meten, dan moet hij het opsturen naar de server, die moet het vervolgens werken en die moet het vervolgens weer beschikbaar stellen aan u. Er zitten een aantal seconden zitten daartussen, dus het is eigenlijk bijna live data wat u kunt volgen. Meerdere beheerders, de opdrachten bepaalt wie inlogcodes krijgt en iedereen heeft zijn eigen inlogcode en kan vervolgens of meekijken of actief in het systeem werken en dat soort zaken. We hebben alarmeringssystemen erin zitten. De grenswaardes worden ingesteld en op het moment dat er een grenswaardeoverschrijding is, ziet u meteen een sms-bericht of een e-mailbericht. En voor de Leende te Boerpolder hebben we een aantal keren die grenswaarden bijgesteld, omdat we al zagen dat de dijk volop aan het bewegen was. Maar uiteindelijk, goede 2 uur van tevoren, heeft André Koelewijn een sms'je bereken gekregen dat het toch serieus begon te worden. En het was wel wat vroeg, maar dat hij toch wel meer zijn kleren aan moest doen om tijdig bij de dijkdoorbraak te zijn. De gegevens blijven altijd continu bewaard, dus ook als een project afgelopen is, kunt u gewoon via uw eigen inloggencode altijd weer bij de data, altijd weer de data opvragen. Wat ziet u nou in deze grafieken? Dit zijn de basisgrafieken. Wat je hier ziet is de tilt in de X- en de Y-richting en daar laten we het gemiddelde over 15 seconden zien. Dat is dus de trend van de positie over 15 seconden. De rode lijn die u hier ziet is de X- en de Y, en dat is de maximale boog die doorlopen heeft in die 15 seconden. Want in die 15 seconden gaat hij een aantal keren die kant op, een aantal keren die kant. En dan laat hij zien wat die maximale doorlopen boog is geweest. En vervolgens ziet u hieronder ziet u de klassieke X, Y en Z versnellingsmeters. Wat wij ook hebben, ik heb net gezegd, we kunnen 400 keer per seconde de versnellingen meten, hoogfrequent. Maar het heeft geen zin en het is ook niet wenselijk om al die data op 400 hertz op te slaan. Dus wat wij doen is wij bewaren die data uiteraard wel, maar als wij die grenswaardes ingesteld hebben en hij gaat boven die grenswaarde uit, dan maakt hij een zogenaamde timestamp en dan kan die 20 seconden tot 2 minuten, afhankelijk hoe je hem instelt, kun je de hoogfrequent data opslaan en dan ben je dus inderdaad in staat om millimeters nauwkeurig of milliseconden nauwkeurig te zien wat er precies gebeurt op dat moment dat hij getriggerd is. We laten u hier even een plaatje zien en straks laten we wat meer filmpjes zien. Dit is de dijk in Garmerwolde waar een aardbeving doorheen gaat. Daar meten we met 7 sensoren in de dijk. Dit is de waterkant, 3 sensoren hier aan de achterkant en hier zit achter de kwelsloot zit een referentiecentrum. En u ziet hem hier heel keurig binnenkomen. Dit is een iets later moment, maar u ziet de aardbeving als een golfbeweging door de dijk gaan. En er is ook de aanleiding geweest waarom daar nu die damwand geplaatst wordt. Maar je kunt dus heel goed, als je meerdere sensoren plaatst, kun je een animatie verzorgen. Dus als je een dijk hebt, dan kun je een aantal sensoren plaatsen. Wij formeren, creëren dan een gridlijn en dan kun je precies die lijn volgen en kijken wat die doet. Daar laten we straks ook nog even wat meer zien. Dan even naar de Leende te Boerpolder voordat we wat meer inhoudelijk aan wat dingen beginnen. Hier ziet u het moment dat, hierboven ziet u de datum en de tijdstip, dat men begonnen is met het verbreden en het steiler maken van de sloot. En je ziet hier ook meteen het effect op de dijk. En zo hebben we heel veel plaatjes van alle events gemaakt, die zitten ook in de rapportage,
waarin je kunt zien dat elke handeling effect heeft op het verhaal. De redelijke anekdote is dat het project was nog niet eens begonnen en toen kregen wij wat alarmen door. Dat kon eigenlijk niet, want er werd niet gewerkt. En uiteindelijk bleek dat er mocht niet gevist worden, maar dat er inderdaad een visser was geweest die volop bij onze sensor in de buurt op de grond had gelopen, heen en weer was geweest. En dat had getriggerd, want dat gaf een beweging die er eigenlijk niet hoorde te zijn. En vervolgens is daar nog een keer bij de visvereniging, heb ik begrepen, duidelijk kenbaar gemaakt dat het terrein verboden gebied is geworden. Maar hier ziet u dus heel duidelijk alle bewegingen, de impact, de verstoringen, hè, de grond beweegt volop. En u ziet hier dat in de trillingsmeters, dat u daar relatief weinig ziet. Die geven geen indicatie dat er hele forse trillingen allemaal zijn. Maar wat u hier ziet is gewoon de golvende beweging en de hoekverandering van de bodem op dat moment dat die werkzaamheden daar verricht worden. Nou, hier ziet u even het eindplaatje waarbij de trend van de zakking ingezet is. Hè. Dit is ongeveer middernacht, hier begint hij. En je ziet hier dat hij aan het aflopen is. En hier klapt hij er heel duidelijk. Dat zijn de plaatjes die we op dit moment even hier hebben. Dus heel belangrijk is, de combinatie van technieken is heel belangrijk. Met tilt, u kunt u zeer precies meten wat er gebeurt. U kunt vervormingen meten, u kunt schade meten en dat soort zaken. We hebben overzichtelijke grafieken, we kunnen een animatie doen. En wat heel belangrijk is, wij kunnen ook standalone units maken met solar power, UMTS verbinding. Zodat u, als u geen voorziening op de locatie heeft, wij daar compleet self-supporting binnen de kortste keren wat kunnen laten zien. We hebben dat bijvoorbeeld voor het Noorderzeilvest gedaan. Daar hebben wij binnen 3 dagen 450 meter dijk in beeld gebracht. Dat was in de Waddenzeedijk, die was echt aan het afglijden. En dat hebben we daar prima kunnen in beeld brengen. Dus het is heel makkelijk en snel te plaatsen en nauwkeurig. Ja, we hebben veel projecten gedaan. Ook in gebouwen, monumentale gebouwen. Maar ook voor de diverse waterschappen, met name Noorderzeilvest en Hunze H inmiddels. Daar doen we ook een combinatie van tiltmeting, versnelling meten en hoogfrequent waterspanning meten. Maar ook in de industrie, kraanbanen en dat soort zaken. Het is eigenlijk heel simpel. De goeroes van Witteveen en Bos zeiden destijds dat het eigenlijk niet mogelijk is. Maar wat wij eigenlijk heel doen is, wij plaatsen een buis in de grond, zoals u hier ziet. En in dit geval was het heel makkelijk, omdat de aannemer goed te plekken was en zeer coöperatief is geweest. Die zetten wij vervolgens de grond in. Die druk je rechtstandig de grond in. Dan wordt hier de sensor op gemonteerd. Deksel erop. Hier lopen de kamertjes dan en die gaan hier naar de centrale kast toe. Maar dat is eigenlijk het enige wat we gedaan hebben. Helaas voor ons was er maar budget voor 1 sensor in de dijk. Wat we hadden eigenlijk graag meer willen hebben. Want dan hadden we net zoals voor de Eikdijk kunnen visualiseren. Nu hebben we alleen maar sensor van 1 data. Wat ik u nu wel graag wil laten zien is wat animaties van een dijk. Waarbij we, gaan we even naar Garmerwolde toe. Dat is de dijk langs het Eemskanaal. Dit is nog even een plaatje van. Ja. Wat u hier ziet is de animatie. Ik heb er net even een inleiding al even laten zien. Het is ook mogelijk om dit soort dingen, hieronder ziet u de tijd staan en de data. Dus hij wordt hier heel versneld afgedraaid. Maar je kunt dus van alle kanten de dijk belichten, het voorwerp belichten, het gebouw belichten, om te kijken van welke kanten je wat ziet. Dus hier ziet u de kwelsloot, dit is de waterkant hier zo, dit is de referentiesensor aan de andere kant. En u ziet hier heel live de dagelijkse beweging, scheepspassages en alle activiteiten die er zijn, maar ook aardbevingen die er bijvoorbeeld doorheen gaan in Groningen. Wat we ook in dit verband hadden, is dat men af en toe overschrijdingen ziet, alarmen krijgt en dat men dan zegt, ja, moeten we dan naar de dijk kijken wat er dan gebeurd is. Nou ja, voordat je aangekleed bent en bij een dijk bent, dan is dat event al weg. Dus wat wij daar gedaan hebben is, we hebben een camera geïnstalleerd op de waterzuivering die gekoppeld is aan het monitoringssysteem. En op het moment dat die over die grenswaarde heen gaat, krijg je hier een hoogfrequent plaatje data, maar ook meteen heel duidelijk de picture. En in dit geval is er een containerboot en nog een containerboot die er voorbij gaat. En hij bewaart dus een aantal foto's. Jeroen klikt ze achter elkaar aan. En je ziet dus dat die scheepsbewegingen heel duidelijk invloed hebben op de dijk gehad. En
Ze kijken hier ook naar de snelheid, hè, wat, ook de waterverplaatsing en dat soort zaken. Hier kun je dus ook heel veel additionele data uithalen, veel meer dan alleen maar de positie van de dijk. Dus hier maakt het waterschap dankbaar gebruik van. Wat we ook in deze systeem hebben, is dat wij daar KNMI-data aangekoppeld hebben. Dus je ziet precies temperatuur, wind, vochtigheid. Ook de waterstanden, die krijgen we digitaal aangeleverd van Hunsen A. Want ook daar kun je weer heel goed zien. Het kanaal kan ongeveer 60 centimeter in niveau verschillen. En je ziet ook daar heel duidelijk verschillen in karakter van de dijk bij de verschillende waterstanden. Ook heel mooi was bijvoorbeeld om te zien bij vorst. Hè, we hebben een keer heel goede vorst gehad. En dan zie je dat een dijk, als hij heel hard bevroren is, zich wezenlijk anders gedraagt. Het is allemaal heel voorspelbaar. Want iedereen kan het zich bedenken dat dat gebeurt. Maar niemand heeft het echt ooit visueel gemaakt. En dat kun je met dit soort modellen kun je dat heel goed laten zien. Dan nog even terug naar de Lene de Boerpolder. Hier ziet u wat plaatjes ervan, waarbij je heel duidelijk die momenten ziet dat de activiteiten zijn. Hè. Hier zie je een traject tussen van 2 oktober tot en met 12, 13 oktober. En hier zie je dus heel duidelijk een trend die daar ingezet wordt. En je kunt bij het systeem heel snel inzoomen. Vervolgens ga je de tijd oprekken en kun je in detail kijken wat er gebeurt. Even wat afhankelijk van de wifi. Maar hier kun je dus weer zien, precies op dat moment, wat er gebeurt. Wat ik nog niet genoemd heb, is dat je hier ook de temperatuur van de sensor meet. Hè? Wat wij doen is, de sensortemperatuur wil je ook weten, omdat de temperatuur ook van invloed kan zijn op de metingen. Dus in de sensor zelf zit een calibratie in, dat die altijd afhankelijk van de temperatuur die meet, de juiste meetwaarde weergeeft. Dus je kunt hier een indicatie zien. Maar je ziet ook dat op het moment dat er wat in de vochtigheid of de temperatuur of het water weggaat, zie je ook de temperatuur van de sensor. Kun je gewoon heel mooi eruit halen, zie je ook de effecten in. Dus dat is nog een heel handig zijhulpmiddeltje om wat te doen. Maar je kunt dus hier heel hoogfrequent, kun je precies zien in die tijdstippen wat er gebeurt. En zo kun je dus heel makkelijk inzoomen. Net zolang oprekken tot je heel nauwkeurig kunt kijken wat er precies gebeurt op het moment. Dan hebben we nog een plaatje, dacht ik, van de Lene de Boer, een hoogfrequent plaatje. Dit is ook weer een shot van hoogfrequent data. En hieronder ziet u de tijd, hè? Dus 08:38 en 48, dus het is 10 milliseconden. Maar hier zie je dus heel nauwkeurig wat er in dat tijdsbestek gebeurt. Vervolgens kun je dus ook weer reports opvragen. En kun je... Kijk, hier mag ik nooit commentaar over hebben, want hier is Jeroen veel handiger in. Dat weet ik natuurlijk, vandaar dat ik hem ook meegenomen heb. Maar je kunt vervolgens dus... Dit is allemaal live, dus we zijn wat afhankelijk van het internet. Maar je ziet hier vervolgens dat je weer in kunt zoomen en dat je heel nauwkeurig weer kunt kijken wat er precies gebeurt. En een heel mooi voorbeeld is, en dat is een aardig hot issue, dat heeft niets met dijken aan zich te maken. Maar dat is dat in Groningen op dit moment nog weer heftige discussies zijn over het hele gaswinningsverhaal. En dat wij aan de pieken in de hoogfrequent data kunnen zien, althans geologen, of een aardbeving daadwerkelijk, alles wordt op 3 kilometer aangegeven. En onze meetdata heeft heel duidelijk aangegeven dat er ook bevingen zijn boven de zoutlagen. En dat zie je heel duidelijk aan de interferentie, aan de grafieken die we daar hebben. Boven het epicenter zie je een hele mooie, zoals je dat hier ook ziet, mooie sinusoïde. En bij bevingen iets verder van het epicenter af zie je hier hele grillige vormen, zie je. En dat zijn de reflecties van de beving op de zoutlagen die weer interfereren. En dat is ook de reden waarom je soms op 10 kilometer afstand veel meer schade kunt hebben dan op het epicentrum zelf. En ja, dat was tot voor kort allemaal niet bekend. Maar dat kun je dus met dit soort technieken doen. Nogmaals, het heeft niets met dijken te maken. Maar het laat wel zien hoe ver je kunt zien wat er werkelijk leeft in een object, of dat nu een dijk of een waterkering is. Nou, hier zie je nog even keer de animatie. Hier zit ook de aardbeving in, als ik het goed in mijn hoofd heb. Maar u ziet daar heel duidelijk de golfbeweging door de dijken heen gaan. En nogmaals, wat we gezien hebben, is dat
Alles beweegt. Ook als we hier een sensor zouden plaatsen en die loopt er doorheen, alles beweegt. Het is helemaal niet erg. Maar wat je graag wil weten, wat zijn de natuurlijke bewegingen? Wat zijn de seizoensinvloeden? En wat zijn de afwijkingen daarop? Want dat geeft juist die additionele informatie. Dus wij zeggen ook heel vaak, en ik weet niet of hier mensen van Rivierenland bij zitten, want ik heb ze in de pizza wel even genoemd, maar die zouden we even graag willen spreken. Omdat zij bezig gaan met een stuk dijkverhoging, waarbij er panden zijn die minder dan 10 meter van de dijk af liggen en dat soort zaken. En men wil daar graag zettingen meten. In de tenderdocumenten praat men alleen nog maar over de klassieke manier. Dat is elke keer met een pijl, met een keilbout of een pijlbout in de muur en een theodoliet meten en dat soort zaken. Maar waarvan wij zeggen, ja, dat zijn alleen maar momentopnamen. Denkt u nou ook eens aan tiltsensoren, want die plaatst u in een fundament van een van die woningen. En u kunt keurig kijken wat daar stap voor stap gebeurt. Wat zijn de invloeden, wat zijn de dagelijkse invloeden, wat zijn de invloeden van de verhoging van de dijk, eventueel gecombineerd met de waterspanning die er is. Hè. Ander punt is met die damwand plaatsen, daar willen ze klassiek versnellings meten. Dat is heel goed, hè. Daar zijn ook die richtlijnen voor. Dat schrijven ze ook netjes naar de SBR 2010 richtlijn, want dat zijn de laatste. Maar juist die combinatie van tiltmeters, die geeft zoveel meer water. Want iets trilt, maar dat wil nog niet zien of zeggen dat je al of niet schade hebt. Hè. Want je wilt weten of na zo'n trilling het object in dezelfde positie terecht is gekomen, of dat die scheef is blijven staan. En dat laat een versnellingsmeter hier niet zien. Dus je kunt in die combinatie kun je heel veel meerwaarde uithalen. En dat hebben we ook in de Leendert de Boerpolder bewezen. Zodat je dat heel goed kunt laten zien. Nou willen we even wat, er is heel duidelijk verteld, een interactief deel. Zijn er vragen van mensen die zeggen van, kun je dat eens laten zien? Want we hebben ingelogd, we kunnen in systemen inloggen. Dus we kunnen heel actief, kunnen wij iets laten zien. Achterin. Ik kom dan even met de microfoon voor de film. Ik ga mij niet zozeer om iets te laten zien, maar een vraag naar aanleiding van het begin. U had het over die visser, die op een gegeven moment gedetecteerd werd dat hij op de dijk stond te stampen. Dat bracht mij op de gedachte, kun je op deze manier ook muskusratten detecteren of zijn die te licht? Ik moet even heel voorzichtig zijn, want er zitten wat dames in de zaal, dat is altijd goed. Maar een van de opmerkingen die technisch directeur van de Noord-Zuidlijn maakte toen hij dit zat, en die zei van, er is een marktgebied waar u nog helemaal niet aan gedacht heeft. Dit is er één van, maar hij zegt, dit is er nog een andere. Want er is ook een markt voor overspillige echtgenoten. En ik zeg, hoezo dan? Hij zegt, nou, als ik zo'n ding onder het bed thuis monteer, dan kan ik op kantoor kijken wat gebeurt. En ik denk, is zo nauwkeurig, ik kan zelf zien of mijn vrouw een jongere of een oudere minnaar heeft. Dus het is een marktsegment waar we nog niet, maar luister eens, muskusratten ondermijnen de dijken. En die bewegingen ga je zeker inzichtelijk krijgen. Als je een gebied hebt waar veel muskusratten zitten, denk ik, en dan moet ik altijd oppassen, want Jeroen zegt, je belooft af en toe dingen die ik dan vervolgens moet laten zien. Maar ik ben ervan overtuigd dat je de effecten daarvan gaat zien. Want daar komt beweging in die dijk, want hij wordt minder stabiel. Dus een hele mooie, maar ik heb geen plaatje van muskusratten, die kan ik u niet laten zien. Dat is niet op het moment dat die rat aan het graven is. Daar hebben we geen ervaring mee. Maar je kunt je dus best voorstellen dat hij, ja, als hij bij de sensor begint, of dat hij de kabel doorknaagt, dan kan je ook een alarm, moet je ook gaan kijken. Hè. Maar je zult uiteindelijk, als er een gangenstelsel gemaakt wordt, moet je de effecten daarvan kunnen meten. Ja. Juist door die extreme gevoeligheid die we daar hebben. En we zagen ook in de dijk. Ik weet niet, Jeroen, of je dat zo boven water kunt halen in Lauwersoog. Daar hebben we 450 meter dijk in beeld gebracht op een bocht. En men dacht dat de slechtste punt daar aan die kant van die 450 meter lag. En wij hebben binnen anderhalve dag aangetoond dat het absoluut niet het geval was. Maar dat je juist aan de andere kant moet kijken. Want daar zagen we heel duidelijk in die animatie dat hij gewoon minder ver terugkwam na elke vloed, eb en vloed. Men heeft het bijgesteld. Men is daar begonnen. En wat het mooie van de effecten is, dat je heel goed de positieve resultaten van de suppletie van zand, van stenen
en de verstijving had. Je zag de dijk weer steeds stabieler worden in zijn beweging, veel constanter worden. We meten daar nu sinds 4 jaar, ruim 4 jaar, waarbij er nu met minder sensoren is, maar ook daar Noorden zelf gezegd heeft, wij willen gewoon ook als een learning curve over een veel langere periode zien wat daar met die dijk gebeurt. En wij meten daar nu op een dwars doorsnede, niet meer over 450 meter, maar op een dwars doorsnede. Verder nog vragen? Top. Zou je nog het 3D-plaatje kunnen laten zien? Het 3D-model eventjes? Ja, daar heb ik een vraag over. Ja. Ik neem aan dat dit behoorlijk uitvergroot is natuurlijk. Want anders zou je niet zoeken. Het zou niet erg rustig niet zijn. Ja, precies. Ja, dus, goeie vraag. Ik zal het eerst even toelichten. Ja, tuurlijk, kom je bij de vraag. In het model wat je hebt, kun je de versterking aangeven. Juist vanwege die visualisering. Want je praat hier natuurlijk over duizendsten van graden wat daar beweegt allemaal, dat soort zaken. Dus het is helemaal niet schokwekkend. Maar om te visualiseren wat er gebeurt, kun je het gewoon een aantal honderden of duizenden keren kun je het vergroten. Nou, je kunt ook vervolgens de elasticiteit nog ingeven, in gebouwen of beton of stenen en dat soort zaken. Om op een gegeven moment te zeggen van ja, luister eens, als hij door die elektriciteitsgrens gaat, dan wil ik ook een onderbreking hebben, dan wil ik een rode lijn zien. Nou, dat kun je allemaal instellen in het systeem. Nou, de vraag. Ja, nou, dat sluit er heel mooi op aan. Dat zijn natuurlijk modellen voor beton en staal natuurlijk. En dat zijn wat makkelijkere modellen dan grond. Ja. Hebben jullie al over nagedacht om dit te koppelen aan bijvoorbeeld een Diana of een Plaxis model voor grondparameters? En dan te kijken naar bewezen sterkte, om dat te onderbouwen. Er wordt nu door Huns en Aan onderzoek gedaan. Wim Pater is daar mee bezig. Die zou misschien vandaag hier komen, maar ik heb begrepen dat hij ook een oproep kreeg om eindelijk zijn autorijbewijs te halen. Want fietsen is wel heel erg veel als je het heel erg druk hebt. Maar die heeft de metadata die we nu vergaren voor Huns en A, wilde juist in het Plaxo-model gebruiken. En de afspraak is dat wij de komende 1,5-2 jaar op meerdere locaties, op verschillende dijken van Huns en A, onze sensoren gaan plaatsen om juist dat te toetsen. Want dat is een hele valide vraag. Daar wordt dus nu onderzoek naar gedaan. Dan nog een andere vraag, dat gaat weer over de grafieken die jullie hadden. Jullie hebben het, en ik heb het ook naar Arjen gestuurd gisteren nog als commentaar. Ik las het gisteren door, een beetje slechte voorbereiding zo, last minute. Maar wij zien het niet als commentaar over. Nee, dat is prima. Nee. Maar mijn vraag is, jullie hebben het de hele tijd over Engel thresholds, maar je had net de juiste Nederlandse term. Mm-hmm. Maar je stelt thresholds in en dan gaat er een alarm af. Ja. Ik denk dat dit systeem in staat is om dat met artificial intelligence te doen. Hoe denken jullie daarover? Absoluut. Absoluut. Maar, ik ben geen Groninger, maar ja, mijn vader wel. Groningen is een zuinig. Alles kost geld te ontwikkelen. Maar de blauwdruk is ervoor. Dat is niet het punt. Het is een kwestie van verder uit ontwikkelen in de programmatuur. Want dat is wel waar je naartoe moet natuurlijk. Dus dat is absoluut de intentie. Dus we hebben het vanmorgen al, ik woon halverwege, dus ik hoef niet zo vroeg mijn bed uit. Maar dat was het eerste wat we vanmorgen ook even besproken hebben. Dat je een reactie hebt gegeven. En wij zien dat gewoon positief. Want kijk, wij zijn natuurlijk primair een monitoringpartij. Wij leveren monitoringdata aan. En dat is wel heel goed om aan te geven. Wij gaan niet op de stoel zitten van geologen, van bodemkundigen of welke specialist dan ook. Wij laten alleen maar zien wat er daadwerkelijk gebeurt. Dus wij zullen nooit zeggen van, u moet uw huis verlaten, want het staat op instorten. Of u moet 100 meter verderop gaan vissen, want hier gaat straks de dijk bezwijken. Dat zullen we niet doen. Maar we laten wel heel duidelijk zien wat er gebeurt. En het is aan de specialisten om daar hun conclusies en voorwaarden aan te geven. Maar jullie kunnen wel de expertise leveren op het gebied van data. Want in principe is dat ook geen geotechnisch vlak. Het is, dat is ons vakgebied. Precies, ja. Dus ook dat soort analyses. En zoals je ook al aan hebt gegeven, je kunt gewoon nog veel meer met de data die we verzameld hebben. Alleen is het natuurlijk wel zo dat ook daar een interactie is. Hè? Wat we nu zien met Wim Pater, die ken je waarschijnlijk wel. Daar hebben we een hele goede gesprekspartner aan. Dus daar ga je dus kijken van hoe kun je nou je data optimaal beschikbaar te maken om ook in het Plaxo-model te kunnen gebruiken. En dat is de interactie. Hè? In de bouwwereld zijn we vele malen verder.
Hè, daar kunnen we de rotaties, bewegingen van gebouwen naar te zien. Daar zijn we ook zover dat de Hanze Hogeschool onze metdata meeneemt in de nieuwe opleiding bouwkunde. En dan met name aardbevingbestendig bouwen en dat soort zaken. Ja, we zouden ook heel graag met andere instituten dit soort dingen verder willen doen. En nogmaals, het is alleen heel jammer, en dat heeft niet aan jou gelegen, dat weet ik ook. Maar we hadden liever meer tiltsensoren in de Lenen de Boerpolder gehad. Om wat meer ook van die visualisatie te kunnen laten zien. En ook iets nog veel meer te kunnen zoomen waar wat precies gebeurt. Maar goed, dat is nou eenmaal zo gelopen zoals het gelopen is. Dat is, kan ik niet draaien. Jeroen, wou nog even wat zeggen. Ik wou nog even heel kort ingaan op, geen AI. Daar zijn we inderdaad mee bezig. Dat klopt helemaal wat Reinier heeft gezegd. Maar die thresholds van die sensoren, dat zijn geen vaste thresholds. Dus eigenlijk onthouden ze heel veel data. Dan maken ze een stukje statistiek. En dan kijken ze eigenlijk per sensor individueel. Hoe was nou mijn situatie de laatste 20 seconden, het half uur geleden? En hoe is mijn situatie nu van de laatste 5 seconden en dergelijke van... En past dat allemaal bij elkaar? En op het moment dat hij zegt van, hé, maar dit is anders dan even geleden, ook dan gaat hij dus van al die high frequency data opstaan. Dus het is geen vaste grens. Maar er zit ook geen echte AI in, want dat kan gewoon niet. Nee, maar goed, dan is het even. Dus het is niet absoluut. Hij past zich aan. Wat ik nog graag, hè, dan zet ik Jeroen weer op de plek waar hij hoort, achter de knoppen. Pas op jij, hè? Plaats moet ik zeggen eigenlijk. Pas op. Dat is wat vriendelijker. We hebben wat meer tijd nog. Wat ik nog graag zou willen laten zien, Jeroen, is de twee plaatjes van de Lauwersmeerdijk en het effect van asfalt. We hadden de sensoren geplaatst en op een gegeven moment zagen we beweging naar zeven. Wat is hier aan de hand? Waarom doet hij de ene keer veel meer beweging dan de andere keer? En ik ben niet zo vaak wakker, maar toen was ik wel wakker en toen zei ik van, nou, laten we eens even kijken naar de zonintensiteit. We hebben toen gezien, de asfalt daar beweegt tussen de dikte tussen de 40 en de 60 centimeter. Maar je hebt geen notie wat de effecten zijn van zon op asfalt. Dat weten we allemaal, maar dat die zo extreem zou zijn op een dijk, dat hadden we helemaal niet van. Dus wat we toen gedaan hebben, is dat we additioneel, er staat een plaatje hierboven, dat we gezet hebben, weet je wat, we zetten hier een sensor op het asfalt. Hier zit die in de grond, hier zo. Maar we zetten er ook eentje boven, om te kijken wat het asfalt zelf doet. Om zeker te weten dat de meting die je onderin doet, dat die wel vrij van het asfalt is en niet direct door de impact heeft gedaan. En daar zie je dus net even dat filmpje zie je ervan. En hier zie je de meting dus heel duidelijk dat asfalt volop beweegt. Maar wat we ook geconstateerd hebben is dat de sensor, want er was natuurlijk een ruimte om het gat heen in de dijk, dat die geen invloed had op de metingen van die sensor zelf van de dijk. Maar je ziet dus hier enorm, weliswaar op weer sterk vergroot, maar hij is onverzet. En als je naar een asfaltdijk kijkt, je ziet overal die naden ook die ze weer dichtgegoten hebben en dat soort zaken. Ja, dat leeft en beweegt en doet het, kan haast niet anders. Een ander plaatje wat ik eigenlijk even zou willen laten zien is, we hebben twee dwarsdoorsneden van de dijk ook, waarbij je heel duidelijk de bewegingen ziet. Uiteraard ook weer heel erg versneld, maar hier zie je twee dwarsdoorsneden van de dijk en kun je heel zien sterk wat er gebeurt in die periode met eb en vloed. Nogmaals, het is vergroot, maar het laat wel heel duidelijk zien dat zo'n dijk volop in beweging is. En wat we ook heel mooi hebben laten zien is, het ligt op de hoek bij het Vierhuizengat. Ja, dat zijn vriendjes geworden. En wat je heel duidelijk zag is dat met name bij opkomend tij en bij noordwestenwind, is dat je de dijk, iedereen denkt met eb en vloed dat dit de beweging is, maar wat hij eigenlijk doet is dat hij op die punt gaat hij eigenlijk gewoon over zijn schouder heen. Dus je ziet hem elke keer met eb en vloed zie je hem dit doen. Ja, ook dat kun je met zo'n over 500 meter op zo'n bocht kon je perfect in beeld brengen. En je zag uiteindelijk na de suppressie en de werkzaamheden die men gedaan heeft, zag je de dijk al stabieler worden. Wat men in eerste instantie heel snel heeft gedaan,
is de zandbak die een paar honderd meter uit de kust zat, die loswoelen zodat die met het getij afgevoerd werd. Daar zag je al dat de dijk al rustiger werd, omdat de stroomgeul veel rustiger werd. Ja. Momentje, komt de microfoon eraan. Wat is de verticale schaal van deze, van dit plaatje? Want als mijn waterking zo heen en weer gaat, dan ga ik me toch een beetje zorgen maken. Oh. Ja, Jeroen zal het even toelichten. Daar staat de tekst op bij. De hele animatie is ruim 300 keer versterkt. Dat is dus het feit. Alleen, ook ik werd verrast dat deze twee profielen even netjes door elkaar heen gingen. En jullie maken de primeur mee dat wij deze applicatie voor het eerst op Windows en Google Chrome draaien. Dus ik vermoed dat dat enige invloed heeft. Uiteraard het idee dat hij op die manier vervormt, dat blijft hetzelfde. Maar ik ga daar even naar kijken, maar ik heb zo'n vermoeden dat hij dus een beetje overdrijft. We hebben het hier over hoekveranderingen direct aan de waterkant. Nee, die zijn bijna in het water. En dan hebben we het toch, en dan moet ik even uit mijn hoofd hoor. Dan meten we hier dat het zand onder het asfalt minimaal 15 mm per getij heen en weer gaat. Dus hier beneden, 3 meter onder het asfalt, gaat die paal eigenlijk 15 of 7 mm die kant op en met het uitgaande tij weer die kant op. Wat we daarvan niet zeker weten, zo'n paal is ook niet oneindig stijf. Hè? Dus die buigt ook door, dus die zal niet werkelijk alles meenemen, maar dat toch wel minimaal. Dus het is best wel een dynamisch geheel. Dat had het ook. Kun je me nou, ik heb nog niet helemaal begrepen, waar zitten die sensoren nu precies in het plaatje? Hoeveel zijn het er? En hoe interpoleer je als het ware wat die sensor meet naar naar de vorm van de dijk? Dus je interpoleert dat als het ware om tot een vorm te komen, een vormverandering. Hè? En bovendien moet je natuurlijk ergens de dijk op zijn originele vorm instellen. En op een gegeven moment heb je het gevoel dat hij een beetje aan het verlopen is, zeg maar. Kun je dat toelichten? Dat ga ik zeker even doen. Wat is het makkelijkste? Ik spoel hem heel even terug, want het is interactief, hè, dus dan gaan er toch allerlei dingen gebeuren waar wij niet aan gedacht hebben. Dit is eigenlijk de beginsituatie. Die beginsituatie is gewoon incrementeel in tijd. Dus dat wil eigenlijk zeggen, softwarematig zeggen, van nou, vanaf dat moment willen we de veranderingen zien. Op het moment dat wij, dat hebben we in de foto gezien, zo'n stijgerpijp of een ander stijf lichaam, de dijk indrukken, weten we natuurlijk niet wat de werkelijke vorm van die dijk is. Dus we kunnen alleen maar kijken ten opzichte van een tijdstip. En heb ik in deze animatie, staat daadwerkelijk op deze plek in dat profiel, en dat is met AutoCAD behoorlijk, dus dat klopt ook echt, een 5, 6 meter pijp, net even onder de kruin. Dat doen we aan de andere kant van de kruin ook. En hier helemaal bij het water. En deze is korter. En het heeft ook een noodzaak, want we kwamen hier allemaal op keien terecht. Die eronder zijn, dan krijg je zo'n pijp er gewoon niet verder in. En daarna kan ik in dit model zelf kiezen welk punt ik stil wil zetten. Dus dan zeg ik kies gewoon een referentiepunt. En in deze twee animaties heb ik gewoon dit. Helemaal de kant bij de weg, die heb ik gewoon stilgezet. En dan kan ik dus eigenlijk gaan opmeten door middel van die hoekveranderingen, als die niet beweegt, hoeveel centimeter gaat die pijp dan aan de onderkant ten opzichte van die. Dat kun je op dit plaatje niet zien, maar in de werkelijke applicatie wel. En dan zeg je, ja, als die 3 centimeter is opgeschoven, die staat 5 meter verder, of 10 meter verder, die heeft een iets andere hoek, dan moet die weer een beetje naar elkaar toe zijn gekomen. Dus de kruin van de dijk gaat meer uit elkaar. En zo kun je het aantal centimeters, millimeters uiteindelijk benaderen. Hè, het is geen. Maar je krijgt dus wel een indruk wat er gebeurt. Dus is dat een voldoende antwoord voor nu? Ja. Ja. Ja.
Nee, wat wij eigenlijk, wij gaan even van een ander principe uit. Die buis is in feite niets anders dan een soort zwevend lichaam in je object. En je doet een aanname, dat is anders dan gelaagde SAAF-sensoren, maar een aanname van, nou, ik prik een grote satéprikker in die dijk. En als die dijk in zijn geheel zo gaat, dan zal die buis wel meegaan. En dat is eigenlijk, en dan meet je eigenlijk gewoon de hoek ten opzichte van het middelpunt van de aarde van hoe beweegt die buis zich nou? Als de buis scheef ingebracht wordt, dan wordt die altijd. Wij krijgen hem nooit precies erin. Dat gaat je niet lukken gewoon. Dat gaat je gewoon echt niet lukken. De bevestiging van de sensoren op de buis, die kunnen wij stellen. Dus op het moment dat wij zeggen van, nou, we hebben hem ingebracht, dat doen we met een waterpasje gewoon. Proberen we loodrecht, lukt niet. Plaatje erop en er zitten allemaal stelschroefjes aan en dat wordt vergrendeld. En daarmee kunnen we eigenlijk de sensor op nul zetten. En vanaf dat moment in tijd vergelijken we die stand met, nou ja, de komende jaren alle andere standen. Dus maar net hoe lang je monitort. Op die manier doen we dat. Verdere vragen. Wouter. Oh, goed. Zijn er nog vragen? Want ik heb er zelf nog eentje. Waar ik namelijk wel benieuwd naar ben. Jullie hebben nou op verschillende dijken gemeten. Je hebt ook bij de Lene de Boerspolder gemeten. Samen met andere meetsystemen. Als de waterschappers, en die zitten hier in de zaal. Als de waterschappers hier nou naar kijken en naar de traditionele manier van dijksterkteberekeningen of het voeren van beheer. Hoe zie je dan de koppeling van zo'n geavanceerd meetsysteem? Dat is echt bewezen inzicht heeft opgeleverd in ontwikkelingen in de dijk. Onder andere bij Waterschap Noorderzijlvest rond aardbevingen. Bij de Lauwersmeerdijk, bij het Vierhuizen gat wat dichtbij de dijk kwam. Je zag de voorspellingen in de Leende de Boerspolder, op de Eikdijkproeven, gelijksoortig iets. Hoe zie je dat nou als beheerder een rol krijgen in je dagelijkse praktijk? Welke waterschappen mag ik daar naar vragen? Of Rijkswaterstaat? Nou, dan wil ik jouw standaard verhaal dus horen, Rob. Ja, ik vind het zwaar onderschat allemaal tot nu toe. Bij de waterschappen zijn ze daar allemaal erg conservatief in, naar mijn idee. En ik zie absoluut meer waarde hierin. Deels voor beweegsterkte. Het zal nog wel lastig worden, want je praat inderdaad over natuurlijk een meetnauwkeurigheid waar je het niet helemaal zeker van weet. Een plaxismodel is ook maar weer een benadering. Dus ik ben heel benieuwd naar wat daaruit komt, wat je net vertelde, dat het onderzoek gebeurt. Maar het feit dat je gewoon veel meer moet meten is voor mij overduidelijk. Willen we wat doen aan de conservatisme wat er nu in zit? En willen we nog op realistische versterking uitkomen uiteindelijk? Dus ja, naar mijn mening, meer meten. En ik denk dat dit systeem wel potentie heeft. Er zijn natuurlijk nog meer systemen. Maar ja, ik wil vooral, ben eigenlijk meer benieuwd naar andere waterschappen en ook Rijkswaterstaat als die in de zaal zitten van joh, hoe kijken jullie er tegenaan? Want in principe roepen wij dat al 5 jaar, van we gaan meer meten. Maar de boodschap van geotechniek naar beheer en naar management is heel anders dan wat er uit mijn mond komt tot nu toe. Ja, ik ben blij eigenlijk dat u die vraag stelt. Ik ben hemeraad bij Hollandse Delta. En wij hebben te maken met een nieuwe zorgplicht. En we hebben te maken met allerlei nieuwe toetsingsmethodes. Dus ik was gewoon benieuwd van, nou, welke technieken zijn er nu die wij bij dat nieuwe beleid toe kunnen gaan passen. En vandaar ook gewoon een interessante vraag van, ja, hoe kan je dat dan ook koppelen aan een model als Plaxis of gewoon andere technieken om die sterkte van die dijken te analyseren. Dus ja, wat dat betreft zit ik hier gewoon vrij open in. En in hoeverre kunnen jullie ons helpen, hè? In het kader van de nieuwe taken die op ons afkomen. Ik denk dat Rob die noemde dat al eventjes. Het zijn niet alleen waterschap, maar de hele bouwwereld is ontzettend conservatief. Misschien ook even goed om te vertellen dat tilttechniek op zich, dat hebben we niet uitgevonden. Want dat wordt al 20, 25 jaar in het buitenland volop toegepast. In Amerika zijn er zelfs staten die verplichten als men gas op gaat slaan of gas gaat winnen, dat er verbeeld met tiltmeters gemeten gaat worden.
Wat we wel meten, en dat klinkt misschien wat arrogant, maar we zijn nu 2 jaar lang op een beurs, in de wereldbeurs op geogebied in Duitsland. Het grote verschil is dat buitenlanders komen en daar hebben we dan een demonstratietafel staan. En die begrijpen meteen wat we doen. Die zijn flabbergasted over de nauwkeurigheid en de snelheid en de animatievorm die we kunnen creëren. Hè, ook de overkunde data. Maar als de gemiddelde Nederlander daar komt, die zegt van, oeh, wat mooi, wat was dat dan? Ja, wat kun je ermee? En dat is in Nederland heel beperkt, is dat bekend. En we zien daar een heel duidelijke kentering. Hè. We meten nu ook voor Rijkswaterstaat in de nieuwe, ja, ik zeg ook een watertoren, maar het is de nieuwe radartoren aan de Oosterschelde, waar een radar van de Westerscheldeketen aangekoppeld is. Die brengen we ook in animatievorm om te laten zien, want men wil zeker weten, want die radarfabrikant heeft hele strenge eisen gesteld aan de beweging, rotatie van de toren op zich bovenin, om ook de juiste beelden te kunnen interpreteren van de radar. Kijk al of hij even een plaatje kan laten zien. Maar ook daar zie je weer van, ja, daar laten wij dingen zien waarvan iedereen zegt van, hey, maar ons hele model heeft gezegd dat die toren heel mooi zo beweegt in het model. Alleen, die toren is 110 meter hoog. Op 64 meter is er een verjonging van 55 naar 40 centimeter. En in een hele modellering die ze meenemen, is dat hij gewoon keurig dit zou moeten doen. Nee, dat is hem niet waar. Want je ziet er gewoon een effect van die overgang, zie je heel duidelijk in die metingen. Dus we staan open juist om dit soort dingen te doen. Waarom is de Hanse Hogeschool nu zo geïnteresseerd? Omdat wij fenomenen laten zien. En we hebben van tevoren afgesproken, anders heb ik niet zo'n hele prettige terugreis, dat ik het niet te veel over aardbevingsproblematiek zal hebben. Maar we hebben daar fenomenen aangetoond waar en de TNO's en de KNMI en Arcadissen zeggen van, dat bestaat niet. En we zitten nu weer met de hoge ambtenaren of medewerkers van de NAM weer aan tafel, want die waren bij ons voor een ander project, want we meten ook voor de NAM. En die hadden net een heel rapport van Arcadis helemaal geaccordeerd en dat soort zaken, waarbij gezegd werd dat de beving van Helm in de stad Groningen niet te meten was. Toen lieten wij hun zien dat het kantoorgebouw van de Hanse Hogeschool op het Sellingenpark gewoon 2,5 centimeter gewoon heen en weer gaat bovenin, op de 10e verdieping. En dan zei je, ja, maar hoor je maar geen rekening mee. Paniek, de Forum, daar wordt 60 miljoen extra geïnvesteerd om die aardbeving bestendig te maken. Met die rotatiebeweging worden ze helemaal geen rekening mee gehouden. Ja, dat zijn, en nou even terug weer naar dijken. Ja, we kunnen heel veel weten. Inmiddels weten we wel met z'n allen dat het geen zin heeft. Hè? Vroeger op het strand, als je dan je kuil maakte voor het waterkeren, dan dacht je van, dan moet heel veel zand op, want dan heeft hij het meest sterk. Ja, we weten inmiddels wel dat we bij dijken dat niet automatisch een resultaat is om er maar veel meer zand op te dekken, dat hij dan zoveel sterker wordt. Dus ook daar moet je slimmer en intelligenter naar kijken. En dat begint inderdaad, wat er ook gezegd wordt, begin nou eerst inzichtelijk te kijken van, wat gebeurt er met die dijken? Heb je slechte plekken? Ga kijken wat er aan de hand is. En als ik dan naar Rivierenland kijk of naar andere waar dijkverhogingen gedaan worden, waar kans op woningenschade is en dat soort zaken, plaats die sensor, laat die bewoner meekijken, maak het transparant, want dat was de trigger voor Kehem destijds. Die zei van, ja, die werd helemaal afgeschoten door de ombudsman, hè, want ze hadden 4 uur nodig om meedata te analyseren en dat soort zaken, terwijl wij het gewoon elke 15 seconden lieten zien. Dat was voor hen de trigger. En dat het publiek mee kon kijken. We hebben voor de Waag in Amsterdam, prachtig gebouw, daar hebben we 20 sensoren in gehad. En wat je daar zag is dat de ambtenaren, die het heel goed begrepen, zeiden van, doe ons toch maar zo'n 3D-animatie van de Waag. Waarom? Omdat de ambtenaar, dat de wethouder snapt er geen malle moer van. Maar die wil wel aan iedereen laten zien dat hij serieus bezig is. En de tweede reden was dat er een hele actieve buurtvereniging was die, rond de Nieuwmarkt. Die al jarenlang zei van, ja, dit is cultureel erfgoed, dat moeten we goed inzichtelijk hebben. En er is een stichting in Amsterdam die de gemeente een pain in the ass is om te voorkomen dat panden mismaakt worden. En elk kwartaal zaten ze met die groepen rond de tafel en lieten ze keurig de video zien, aan animatie zien. En na 2,5 jaar meten was het project opgeleverd. En we de hele video versneld in 5 minuten af laten draaien. En je zag gewoon dat na dat herstel
naast het vijzelen, naast het aanbrengen van die nieuwe fundatie, dat het gebouw weer één geheel is geworden. Nou, daarmee kun je dus ook aan dijkgraven laten zien dat die verder waarschijnlijk niet al te veel verstand hebben van dijken, maar dat er daadwerkelijk iets gebeurt en stabieler is geworden. Nou, hier zie je even die watertoren ook weer vergroot natuurlijk, maar je ziet er heel duidelijk ook de rotaties van de stormen die daar afgelopen november plaatsgevonden hebben. En je ziet ook heel duidelijk de knik erin. Ja. Even een vraagje. Ik ben Amsterdammer, maar ik weet helemaal niet dat er iets gebeurt bij de Nieuwmarkt. Geen meetgebouw in ieder geval. De waag hebben wij gedaan. Het was eigenlijk een directe resultante van het succes aan de Vijzelgracht. Dat zal u niet ondergaan zijn dat de wevershuisjes verzakt zijn. Die waren 28 centimeter weggezakt aan één kant. De waag was eigenlijk een automatisch gevolg daarvan. En de waag was een... ik ben niet zo goed in geschiedenis of die nou in 1480 of in 1484 gebouwd, dat weet ik niet meer precies. Daar is in 1600 is daar de metselaarstoren tegen aangezet. Werkelijk een uniek stukje. Het is doodzonde dat dat gebouw niet verder toegankelijk is voor het publiek. Want daar zitten metselwerken in waar de gezellen in 1600 hun meesterschap gehaald hebben. In 1990 is daar fundatieherstel gedaan. Toen had de gemeente nog een eigen ingenieursbureau. En om de een of andere reden is dat fundatieherstel zwaarder uitgevoerd dan berekend was. En het gebouw wat nu is het ene gedeelte blijft staan en nu klapte de toren ervan weg. En nu is er weer een complete geïntegreerde fundatieherstel gedaan, zodat en de metselaarstoren en het klassieke gebouw. Heel leuk verhaal en dan sluit ik af. Ja, dan, daar verpakte af en toe jouw microfoon ook weg. Amsterdam was een heel leuk verhaal. We hadden het systeem geïnstalleerd. En we hadden het nog niet opgeleverd en 1 of 2 weken voor de oplevering was er een explosie op een woonboot 500 meter verderop van de Nieuwmarkt af. En een van de ambtenaren met heerlijk Amsterdamse accent, ik kan dat niet nadoen, die zei van, jullie zitten altijd zo te zeiken dat jullie zo nauwkeurig zijn. Heb je die gasexplosie dan gemeten? Het was die datum om 5:30. Jeroen zet het scherm op freeze, toetste even en zegt vervolgens, ik was natuurlijk overtuigd dat we dat gemeten hadden, maar die zegt vervolgens, helaas, ik zie niks om 5:30. Nou, zeg ik toch? Nee, zegt Jeroen, wacht maar, het was om 5:17, kijk maar. En we lieten het zien en wat je heel goed zag, hè, dit is de waag, die animatie, daar zit een hele grote scheurvormingen en je zag de kant van de explosie, zag je bewegen en de scheuren hebben als demper opgetreden, de sensoren achter die scheuren hadden hem niet waargenomen. En toen vloekte hij nog wat op zijn Amsterdams. En daarnaast is hij een van onze beste sparringpartners geworden. Want hij was helemaal overtuigd. Maar dat is wel een leuk verhaal erbij. Ik zou nog een laatste vraag willen stellen aan jou, Jeroen. Specifiek over de Lene de Boerspolder en de combinatie met andere meettechnieken. Of jullie daar nog bijzondere zaken uit de analyses hebben gehaald. Die elkaar versterken of wellicht tegenspreken. Maar vooral de gericht op de integratie dus. Wat is daar de meerwaarde voor Lene de Boer van geweest? Voor ons natuurlijk in een oude dijk. Hè? Want tijdens de eikdijkproces, dat was een jonge dijk. En voordat we überhaupt begonnen werden, zagen we al dat de dijkstad moest settelen. En we zijn daar 4 keer terug geweest om opnieuw die sensoren te nullen. Hè? Want dat werd net al gevraagd wat gebeurt. Want die dijk die moest eerst nog een beetje settelen. Dit was natuurlijk de eerste werkelijke klassieke oude dijk waar je ziet wat er gebeurt. Wat we wel heel duidelijk gezien hebben is dat de correlatie, dat de techniek heel goed bewezen heeft een meerwaarde te hebben. We zijn gevalideerd tijdens de validatietesten, maar we zien het daar nog eens een keer heel duidelijk bevestigd. In de eikdijk was het natuurlijk iets makkelijker, omdat we daar meer sensoren hadden, zodat je daar ook nog wat meer visualisatie erbij kon hebben. Want toen kon je ook nog aangeven waar die zou gaan bezwijken en welke kant van de dijk. Dat konden we hier natuurlijk niet. Maar ik denk, en daarvoor zijn we ook heel benieuwd naar uiteindelijk de rapportage, want we hebben een rapportage van de collega's nog niet gezien, om dat eens over elkaar heen te leggen en te kijken van, nou, waar zijn we nou afwijkend, of waar hebben wij sneller wat gezien, of waar hebben wij later wat gezien. Om daar ook uiteindelijk de conclusies te krijgen. En dan kom ik ook bij de opmerking van Rob. Ja, ook daar zou je in zo'n rapportage eigenlijk al veel meer kunnen voorspellen en triggeren en dat soort zaken. Wat je wel gezien hebt is dat de samenwerking met André heel erg goed is geweest. En ook in de interactie. Hè? Want we hebben ook regelmatig
die grenswaarden bijgesteld. Wat we nu natuurlijk wel die ervaring hebben ten opzichte van ook de validatietest, is dat je je alarmering nog vroeger kunt zetten. Hè? Dus dat je zegt van oké, waarom nu zo afgesteld met 2 uur, maar misschien moet je hem zo zeggen dat die eerder triggert in zo'n proces. Dat je 4-5 uur van tevoren een alarm krijgt van ja, nu wordt het toch echt kritisch en dat soort zaken. Dat is ervaring waar net ook door Delta over gesproken werd. Dat is ervaring die je met elkaar op moet doen. Dus je kunt uiteindelijk een systeem krijgen die nog veel eerder serieus aan gaat geven. En nu is er echt wat aan de hand. Nou, dat hebben jullie in verschillende projecten hebben jullie dat ook aangetoond, ja. Hè, vanuit Strabi Alert. Even op de klok kijken hoe laat het is. Oh, we zijn eigenlijk al over de tijd heen, dus we gaan afsluiten. Zou ik wel willen doen met een oproep die eigenlijk een beetje jouw standaard verhaal erop kracht bijzet. En ook een uitdaging aan de waterkeringbeheerders. Er is heel veel meer mogelijk dan alleen de traditionele methode. En in verschillende projecten zie je ook dat echt efficiëntie, meer nauwkeurigheid, meer betrouwbaarheid oplevert. Beter inzicht in je waterveiligheid en uiteindelijk niet zelden tot een behoorlijke reductie in versterkingskosten en beheerkosten kan leiden. Dus ik zou zeggen, benader ook vooral de bedrijven op de markt en bekijk eens voor uw eigen beheersituatie wat daar de mogelijkheden voor zijn. Dank u wel voor uw aandacht. Dank je wel Reinier voor de presentatie, Jeroen voor de ondersteuning. En